Zoals je ziet ben ik weer met de Belkin TrueClear Pro folies aan het plakken. Het apparaat hebben we vorige keer al besproken. Wil je daar meer over bekijk dan het vorige filmpje. Maar waarom film ik dit nog een keer? We hebben nu een wat bijzondere folie binnengekregen van Belkin. Dat zijn namelijk InvisiShield folies. En dat betekent dat het geen folie meer is van kunststof, maar van glas. Zoals ik al zei, het is geen folie meer van kunststof, maar van glas. Wat is het voordeel van glas? Allereerst zou je de folie minder zien, want glas is namelijk transparanter dan kunststof. Dus hij laat meer licht door, waardoor je nog minder door hebt dat er een folie op zit. Daarnaast is glas ook wat sterker, dus hij kan wat beter tegen krasjes, etc. En het allerbelangrijkste is eigenlijk dat het gevoel wat je hebt op het moment dat je bezig bent met een scherm gelijk blijft. Dat verandert niet. Op het moment dat je dus een stuk glas erop hebt, want het originele scherm zonder folie is ook van glas. Dat heeft dus eigenlijk als voordeel dat je er tijdens het gebruik eigenlijk totaal niet meer door hebt dat er iets op het scherm zit. Dus voortaan hebben we bij eMac niet alleen de standaard kunststoffolies van Belkin, maar ook de glazen variant genaamd InvisiShield. Het apparaat doet al het werk, zorgt ervoor dat het 100% bubbelvrij is, kaarsrecht op wordt aangebracht. Weet je niet helemaal hoe het werkt, kijk dan een linkje hieronder naar de echte wat uitgebreidere review van het apparaat. Wil je ook zo'n screen protector? Kom dan naar een van onze winkels. Tot volgende week.